Jij bent de nieuwe lijsttrekker van GroenLinks. Ik denk dat het leuk is om eens te vertellen aan het publiek wie Marone Welberg nu eigenlijk is. Kun je wat over jezelf? Ik ben 32 jaar. Ik zit al sinds 2018 in de raad. Bij GroenLinks natuurlijk, zoals wat gezegd is. Mijn hobby's zijn lopen met mijn hond. Ik ben graag heel creatief bezig. Ik schrijf, ik schilder en teken heel graag. Wat schrijf je? Nou ja, dat is wel een projectje dat, dat is voorlopig nog niet af. Dus meer, je moet het echt meer als een hobby zien dan dat ik er echt iets mee kan. Maar ik probeer een fantasy boek te schrijven. Maar het heeft niks met politiek te maken? Nee, dat heeft niks met politiek te maken. Nee, dus, dat is echt een hobby? En dat is een hobby. Ik hoop het ooit af te kunnen maken. Maar okay. Je moet er echt discipline voor hebben om er elke dag voor te zitten. Ik begin er dan aan. En dan laat ik het weer een maandje liggen en dan moet ik weer overnieuw beginnen als ik er weer naar kijk. Maar het is wel leuk om te doen. Het is zeker leuk om te doen, ja. Doe je nog iets naast de politiek? Nee, op het moment doe ik niets naast de politiek. Heb je wel werk gedaan hiervoor en dan? Ik heb in de kinderopvang gewerkt en ik heb in detailhandel gewerkt. En je hebt een relatie zoals ik... Je bent zwanger, dan word je niet zomaar met Roald Dech. Dus, en sinds wanneer? Vertel eens, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ik ken Roald nu 6 maanden. Dus niet zo heel lang. Nee. We hebben elkaar online ontmoet en het klikt eigenlijk meteen. Dus een beetje dezelfde levensfase, richting waar we op wilden. Dat is een mode tegenwoordig, hè? Online elkaar ontmoeten, niet meer in barretjes. Er was ook een tijd natuurlijk met corona. Ja, dat is ook echt midden in de coronatijd. Dus was, dan kom je ook niet heel veel buiten natuurlijk. Ja, maar het klikt en jullie wonen op een leuke manier met elkaar. En nu nog een kindje erbij, dus dat kan allemaal. We wonen nog niet samen, maar dat komt wel. Dat komt wel. Nog, ja. Okay. Nou, je hebt katten en honden. Klopt. Die heb je genoemd, dat zei je in het voorgesprekje even, naar de Lord of the Rings. Allemaal. Klopt, maar niet allemaal. Er zijn de hond en een van de katten, die zijn naar Lord of the Rings vernoemd, Arwen en Eowyn. En ik heb er twee, die komen uit Sons of Anarchy. Dat is Jax en Opie. En die honden en die katten, die zitten elkaar niet in de haren? Nee hoor, nee. Het was aan het begin even lastig. Mijn hond is nu 4, mijn katten zijn allemaal 7, 8. Dus die hond die kwam binnen en we hadden die katten wel even zoiets van, dat hoeft van ons niet zo. Maar inmiddels zijn het wel echt dikke vriendjes. Trouwens, hoe is dat nou te combineren in die politiek? Als je een kind krijgt, moet je daar toch alle aandacht aan besteden? Het is een uitdaging, dat is zeker waar. Maar ik ben ervan overtuigd dat moet lukken met het stevige team wat ik thuis heb. Maar ook wat ik bij GroenLinks heb. En natuurlijk zijn er praktische dingen waar je rekening mee moet houden. Maar ik ben ervan overtuigd dat het te doen is. Van waar die interesse in die politiek eigenlijk? Kun je daar iets over vertellen? Ik heb al sinds ik mocht stemmen heb ik interesse in de politiek. Ik heb alleen nooit die stap durven zetten of geweten hoe ik het moest zetten. Dus dat is eigenlijk gewoon... En hoe ben je daar dan ingerold? Dat is via VIPS, Vrouwen in de Permanente Politiek, is daar een speeddate georganiseerd. Dat zag ik voorbij komen op Facebook. Mm-hmm. En daar heb ik me toen voor aangemeld. En ik wist dan meteen bij welk clubje ik wilde natuurlijk. GroenLinks is altijd mijn partij geweest. Okay. En na dat gesprek ben ik nog een keer opgebeld door de afdelingsvoorzitter van GroenLinks of ik me wilde aanmelden. En sindsdien ben ik dus ook actief bij GroenLinks. En vanaf 2018, toen bij de laatste verkiezingen hier, de lokale verkiezingen, en toen ben je, want je bent nu al lijsttrekker meteen geworden. Ik leer sowieso heel snel, dus dat is iets waar ik heel blij mee ben. Ik pik dingen snel op. Ja, ja. En het is vooral vanuit interesse en ook kennis op willen doen. Ik heb natuurlijk nu 3 jaar dat ik in de raad zit, dus mijn eerste termijn zit erop. Dus daar leer je ook heel veel van. En ik moet ook meteen denken aan wat Manja toen tegen me zei na afloop van die speeddate. Dat ik zei, ik weet niet zo goed of het kan, want ik weet nog niet zoveel ervan. En toen zei zij tegen mij van, ja, maar die informatie die krijg je echt wel. Dat komt allemaal wel. En dat is ook wel zo. Dus dat is misschien ook wel leuk voor andere dames die aan het kijken zijn. Die denken van, ik durf die stap niet te zetten of ik weet niet of ik het kan. Ja. Je kan het wel en het komt echt wel goed. Oké.
Maar je hebt je wel altijd verdiept in de lokale politiek, dat je artikelen las of naar de raadsvergaderingen ging? Ik heb me voor die tijd nooit echt helemaal verdiept in de lokale politiek. Ik was wel meer, mijn focus was op dat moment meer op landelijk. Maar ik ging dat wel uiteindelijk steeds meer volgen. Oké. Ja, ja. En nou, ik neem aan dat je daar hartstikke trots op bent dat jij nu als lijsttrekker bent gekozen. En zeker. Hoe is dat zo gegaan? Op een gegeven moment werd de kandidaatstelling geopend, dus voor de lijst. Ja. En op dat moment kon je dus beslissen vanaf welke plaats je beschikbaar wilde zijn. En na goed overwegen heb ik besloten dat ik dus wel op plek 1 wilde, als dat is wat het beste is voor GroenLinks. En bij de algemene ledenvergadering is daar over gestemd en ben ik dus met algemene stem gekozen. Ik heb gelezen ergens dat je energie krijgt van dat raadswerk. Leg eens uit hoe dat werkt bij jou. Ja, klopt. Ik krijg energie van raadswerk. Dat komt omdat je, dat heb ik ook al ergens gezegd, als je je echt ergens voor inzet, dan bereik je ook, kan je ook meer bereiken dan je aanvankelijk denkt. En dat geeft mij gewoon energie, dat je ook echt daadwerkelijk ziet dat je iets doet en iets betekent voor mensen of voor inwoners. En heb jij dan het gevoel, want dat triggert mij dan in de zin van, zetten anderen zich dan minder goed in dan, nee, dan jij? Nee, het gaat echt om dan je zelf aanvankelijk denkt. Dus dat zei ik al, als je aan het begin denkt van dit lukt misschien niet, maar je steekt er energie in en je gaat er echt voor, dan bereik je meer dan je denkt. Nou heb ik ook iets gelezen over jouw ambities en speerpunten, want dat heeft elke politici. De aanpak van de klimaatverandering, die ligt je na aan het hart, als ik het goed heb. Ik denk, probeer altijd in resultaten te denken. Wat kunnen wij nu als kleine gemeente, of ja, we zijn relatief klein in het hele land, behalen op de klimaatverandering? Waar denk je dan aan? Kun je dat concretiseren? Ja, nee, dat bestaat uit verschillende dingen. Hè. Je moet kijken naar bijvoorbeeld energieverbruik, duurzame energieverbruik, maar ook huizen isoleren en zorgen dat die minimaal energie-neutraal, maar zelfs nog energie leveren. Dat zou helemaal mooi zijn. Maar ook bijvoorbeeld bij mobiliteit. Automobiliteit is natuurlijk ook niet duurzaam en daar zou je ook naar moeten kijken. Dus hoe je dat zoveel mogelijk kan beperken en mensen kan stimuleren om met openbaar vervoer te gaan of met de fiets. En ook het toevoegen van groen kan daarbij helpen. Nou zeg jij stimuleren van de inwoners van Purmerend, maar gaat de gemeente daar ook nog iets voor doen om te bereiken dat mensen makkelijker op de fiets of makkelijker de stad kunnen bereiken? Toch ergens parkeren, misschien buiten de stad en met ander vervoer naar de binnenstad worden gebracht, zodat die alleen maar wat autoluwer wordt? Denken jullie daar ook aan? Als het aan ons ligt, gaan we wel proberen om inwoners te stimuleren om echt meer de fiets te pakken. Ja, nou, met dit weer wat we nu hadden, dan is het niet zo fijn natuurlijk. Dan snap ik wel dat mensen de auto zouden. Maar goed, het is de klimaatverandering. Want we hebben het ook over CO2. We gaan nu met de Beemster fuseren. Dat zijn toch agrariërs. Gaat dat wel goed dan, als zij gedwongen worden om CO2 te verminderen? Hoe zien jullie dat? Wij willen zoveel mogelijk agrarische ondernemers stimuleren om in te zetten op duurzaam agrarisch ondernemen. Dat is mogelijk. Maar dat is wel iets wat een landelijk thema is. Daar gaan wij zelf niet over. We kunnen die gesprekken wel voeren en we kunnen in die gesprekken stimuleren. Maar voor de rest is dat natuurlijk een landelijk thema waar de gemeenteraad niet over gaat. Nee, maar dat zijn meerdere dingen waar de gemeenteraad niet over gaat en waar landelijk zich wel uitspreekt over we moeten dit, we moeten dat. En dat heeft wel gevolgen voor deze lokale boeren, om het zo maar te zeggen. Dus die zullen daar wat van vinden en die gaan naar de GroenLinks kijken en die zeggen van potverdikkie, wat doen jullie ons er nou aan? Er is ook een bijeenkomst geweest in de Beemster toen, een nieuwjaarsbijeenkomst hebben we daar gehouden. Ik was er toevallig zelf niet bij, maar het is wel iets wat heel vaak wordt verteld binnen GroenLinks-kringen. Mm-hmm. Waarin boeren eigenlijk een protest hebben gehouden bij onze nieuwjaarsbijeenkomst. Waar ook Tweede Kamerlid Laura Bromet aanwezig was. En wat heel fijn was, is dat het begon als een protest, maar uiteindelijk een heel constructief gesprek is geweest. En daar wil GroenLinks ook echt op inzetten. Daar zou ik zelf op willen inzetten. Dus blijf constructief met elkaar in gesprek en kijk wat er mogelijk is en hoe je daar samen in verder kan. Ja, want naast
klimaatverandering heb je nog een aantal andere ambities of speerpunten, zoals de woningnood. Ik heb zelf een zoon van 27 die op zoek is naar woning. Hoe komen onze jongeren nog aan betaalbare woning? Hoe denken jullie dat op te gaan lossen dan? Ja, dat is een heel lastig vraagstuk. Het is, volgens GroenLinks is het belangrijk om eerst de focus te hebben op het bouwen van sociale huurwoningen. Mm-hmm. Alleen maar inzetten op doorstroming lijkt ons op dit moment niet handig. Er zijn zoveel mensen die wachten op een sociale huurwoning, daar zou de focus nu op moeten zijn. En tevens ook op betaalbare koop, kleine betaalbare woningen. Ja. En we hebben natuurlijk ook beperkte bouwgrond in Purmerend. Dus alles wat er nu gebouwd wordt, als daar 40% van vrije sectorwoningen zijn, wat wel vaak in de praktijk wel zo is, dan ben je zo door je bouwgrond heen en heb je gewoon tekort aan sociale huurwoningen. En laten jullie je nog inspireren door andere gemeenten? En wij kijken inderdaad wel om ons heen wat er gebeurt. En we zijn altijd op zoek naar initiatieven en innovatieve manieren en woonvormen om mee te nemen. Nou, ik kan me voorstellen, kijk, we praten over Purmerend natuurlijk, maar GroenLinks zit in alle gemeenten zowat. Dus om de kop eens bij elkaar te steken en dingen uit te wisselen met elkaar, zodat je nog meer diversiteit kunt gebruiken om tot goede ideeën te komen. Ja, we hebben bij GroenLinks een heel goed uitwisselingssysteem. Een soort server waar we met z'n allen op kunnen en ideeën kunnen uitwisselen. En dat gebeurt ook wel prima. En dan een punt wat je hebt is een zorg dragen voor een goed sociaal beleid. Ja. Daar ontbreekt het nu aan, zeg jij. Nee, dat zeg ik niet. Oh, dat zeg je niet? Nee, ik zeg niet dat het ontbreekt, maar het kan natuurlijk altijd beter. Oké, wat bedoel je dan? Nou ja, GroenLinks wil uitgaan van het beginsel, iedereen moet zichzelf kunnen zijn en iedereen moet kunnen meedoen. Dus daar hoort bij dat je het tegengaat van ongelijkheid. En dat is op verschillende vlakken. Dat is op sociaal-maatschappelijk, maar dat is ook op wat betreft armoedebestrijding. Dat soort dingen moet je meer gaan kijken naar de menselijke maat en maatwerk leveren. En er gebeurt nu al een hoop. Mm-hmm. En Purmerend is echt goed op weg. Maar ik denk dat je altijd als gemeente kritisch naar jezelf moet kijken van wat kan er nog beter. Okay. En hebben jullie dan ook werken jullie samen met andere partijen op deze vlakken die dezelfde ideeën hebben zo'n beetje als GroenLinks? Ik denk dat qua sociaal, maatschappelijk en wat betreft armoede, dat het niet zo heel ver uit elkaar ligt in de gemeenteraad. Maar wat betreft het sociale gaan wij toch altijd wat meer richting de samenwerking met D66 en Partij van de Arbeid bijvoorbeeld. Daar kunnen wij ons wel vaak in vinden. Okay. Dus die partijen, daar hebben jullie in ieder geval een klik mee op dit terrein. Ja, op dit terrein zeker. Ja. Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld gelijkwaardigheid op het gebied van discriminatie en dergelijke. Daar vinden we elkaar ook altijd wel. Ja, want je zegt net dat bijna alle partijen voelen hier wel in mee. Dan moet het toch makkelijk zijn voor de politiek om daar iets gezamenlijks van te maken. Zodat we er allemaal beter van worden. Ja. Want dat is wat we willen met de politiek, toch? Hier? Tuurlijk. Het is samenwerking, dat zei Chris Boer in zijn algemene beschouwingen heel mooi. Je bereikt meer met samenwerking. Daar ben ik het volledig mee eens, ja. Oké. Okay. Dan komen we op het punt van de zetels. GroenLinks zit nu met 4 zetels in de raad. 24 november zijn de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Met hoeveel zetels zou jij tevreden zijn op dit ogenblik? Tevreden zijn? Tevreden zijn. Ik zou tevreden zijn als we die 4 zetels mogen behouden. Oh, dat is niet zo'n hoge... Nee, als je zegt waar ga je voor, dan gaan we natuurlijk voor zetelwinst. Ja, maar tevreden ben ik al als we kijken naar hoe de landelijke verkiezingen zijn gegaan. Ja, denk ik dat we ook tevreden mogen zijn als we En hebben jullie daar al een strategie voor hoe je dat gaat bereiken? Dat je in ieder geval die 4 zetels houdt of liefst nog meer? Ja, we hopen met een energieke campagne toch weer meer mensen naar ons toe te trekken. En te laten zien dus dat wij ons graag inzetten voor een sociaal groen en duurzaam Purmerend. Oké, okay, nou mooi. Oké, okay, je hebt een nieuw team. Je hebt een stevig team moet ik zeggen. Wat is er dan zo stevig aan dat team? Hoe bedoel je dat? Leg dat eens uit. Het is een divers team met heel veel kennis en expertise op verschillende vlakken. En dat maakt het echt een sterk team. Okay.
ook qua samenwerking. We kunnen het allemaal goed vinden met elkaar. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Mooi. Nou, ik ben uit mijn vragen. Ik weet niet of je nog iets wilt toelichten wat jij nog van belang vindt om hier te zeggen tegen de inwoners van Purmerend. Nee, ik heb geen toelichting verder, nee? Maar ik vond het een fijn gesprek. Oké, nou, dankjewel voor dit gesprek. Jij ook bedankt.